Waar plant je de hortensia? Oftewel, in goed vakjargon. Wat is de beste standplaats voor de hortensia? In dit geval even over de Hortensia. de hydrangea macrophylla. En in dat eerste woord hydrangea, daar zit het woord hydro verscholen. Dat staat voor water en dat geeft al aan wat die plant wil, hè? Veel water. Zeker als de zon een beetje gaat schijnen, dan is het echt een waterzuiper. Houd daar dan dus ook gewoon rekening mee. Of bescherm hem dan ook het liefste tegen de felle middagzon. Eigenlijk een beetje in de half schaduw, onder een grote struik, grote boom of aan de noord- of oostkant van een schutting of een haag. Dan redt hij het gewoon het makkelijkste zelf. Oftewel, dan hoef je hem het minst vaak extra water te geven. Heb je alleen volle zon in de tuin? Zorg er dan voor dat die hortensia in een vochtvasthoudende grond staat. Dus een grond die extra water kan bevatten voor de momenten dat die plant het ook nodig heeft. Of, en misschien wel en, leg er een druppelinstallatie tussendoor. Intussen weet jij dat het waterdrinkers zijn. En de hortensia doet aan non-verbale communicatie. Hij geeft namelijk zelf wel al aan als hij water nodig heeft. Het blad gaat slap hangen, je ziet die bloemen gaan kantelen. Dat is ook meteen het moment om in actie te komen. Niet twijfelen, al is het... Volle zon en midden op de dag. Als die plant slap gaat hangen, tuinslang pakken of de gieter en bij de kluit behoorlijk wat water gieten. En dan zal je zien dat die binnen een paar uur al er weer helemaal mooi en fris bij staat. Heb je alleen schaduw in de tuin, dan zal de hortensia zich iets minder uitbundig gaan ontwikkelen. Maar bloeien zal die wel, maar misschien iets minder bloeien. De grond blijft gewoon altijd belangrijk bij het planten van een hortensia. Zet je hem zomaar op de schrale grond... Dan zal je zien dat die, dat die gauw verdroogt en dat die ziekte en plagen gaat ontwikkelen. Oftewel, als jij een plant, hortensia gaat planten, groot gaat graven, plant erin, potgrond erbij, klein beetje tuinturf en daarmee aanvullen. Elk jaar de vervolgens van compost bijstrooien om het organische stofgehalte, zoals dat heet, op peil te houden. Want ja, dat organische stof, dat is weer in staat om allerlei voedingsstoffen en met name ook water vast te houden. En dat heeft hij zo nodig. Tot slot kan hij ook heel goed in een pot, maar koop dan gewoon eens een wat grotere pot, zodat die Hortensia zich goed kan ontwikkelen en ook weer minder gevoelig is voor verdroging.